Rico Strieder, ik denk dat je tevreden mag zijn met een punt. Ja, nee, denk ik wel. Als je zo laat in de wedstrijd 2-2 maakt, ja, dan mag je ook tevreden zijn. Maar wij zijn zeker niet tevreden over de hele wedstrijd. Ik denk, wij begonnen heel goed in de eerste 25 minuten. Moeten wij eigenlijk met 2 of 3-0 voorsprong staan. Dan krijgen wij kort voor rust de 1-1. Eigenlijk een makkelijke tegengoal. En ja, dan zijn wij een beetje de controle kwijt. En dat, daar moeten wij leren. En dat moeten wij de volgende wedstrijden beter maken. Ik sta natuurlijk niet op het veld. Ik zie dat van bovenaf. Maar ik had wel een beetje het idee dat te veel spelers van FC Utrecht vandaag niet hun gebruikelijke niveau haalden. Wat zou daar een reden voor kunnen zijn? Ja, klopt. Het was vandaag niet onze beste wedstrijd. Maar ik denk dat wij als team heel goed samengewerkt hebben. En wij hadden het geloof tot het einde. En ja, zulke wedstrijden heb je ook in dit seizoen. En wij hebben het voor de wedstrijd al gezegd, als wij niet goed in de wedstrijd zitten, moeten wij gewoon onze taak doen. En dat hebben wij over een groot gedeelte van de wedstrijd gedaan. Helaas niet de hele wedstrijd en niet met de laatste scherpte. Maar ja, ik denk vandaag moet je één punt meenemen en van die wedstrijd leren en dat, ja, het volgende keer beter doen. Zijn wij dan als FC Utrecht watchers en misschien ook supporters van FC Utrecht de laatste weken een beetje te verwend geraakt? En dat we denken, nou, dat bij Heerenveen winnen ze ook wel even? Ja, dat weet ik niet. Natuurlijk hadden wij heel goede prestaties de laatste weken. En ja, wij kamen ook hier naartoe om te winnen. Maar ja, ik denk in Heerenveen is het altijd moeilijk. Omdat Heerenveen ook een hele goede ploeg heeft. En ik denk, zij hebben vandaag een hele goede wedstrijd gemaakt. En ja, dan is het natuurlijk ook knap van ons dat wij nog de 2-2 maken. En dat is ook een beetje onze kracht, dat wij als team dan toch samen blijven en het proberen tot het einde. En ja, ik denk vandaag zijn wij met de punten tevreden. Ja. Ja, want je zegt het al, hè? We blijven toch doorknokken en uiteindelijk krijg je dan die beloning. En je kunt nog bijna winnen op het eind ook. Ja, natuurlijk. Ik denk in het einde waren wij weer de bovenliggende partij. Scoren wij de 2-2 en daarna, ja, dan moet je dan ook een beetje meer geluk hebben. En dan maak je misschien de 3-2. Maar ja, ik denk wij moeten goed leren uit de wedstrijd. Dat het niet zijn kan dat wij de controle kwijtraken. Dat moeten wij beter doen. En ik denk nu hebben wij nog 6 wedstrijden. En ja, dan moeten wij door blijven vechten en goed voetballen. En ja, nu moeten wij de volgende wedstrijden weer de punten pakken. Wat is de belangrijkste les die je uit deze wedstrijd meeneemt? Ja, ik denk dat wij als team toch de kracht hebben ook in de laatste minuten de goal te maken. En ook als wij niet goed in de wedstrijd zitten. Ik bedoel, natuurlijk, onze kracht is te voetballen, van achteruit veel kansen creëren. Maar ja, als het niet lukt, dan moet je ook blijven vechten. En gewoon je taak doen. En ik denk dat hebben wij vandaag ook aan het einde gedaan. En ja, dat moeten wij meenemen. Dat wij ook aan een slechte dag van ons punten kunnen pakken. Ga lekker douchen, je zult wel koud hebben. Ja, het was echt koud, maar ja, daar moet iedereen meedoen. Dus dat mag geen excuus zijn.